Ik ben Willem. Ik zit in mijn masterjaar interieurarchitectuur en ik sta op het punt om één van mijn afstudeerprojecten voor te stellen aan de jury. Weet je, het belangrijkste is enthousiasme. Enthousiasme voor mijn toekomstig vak is er genoeg. Ik popel om er in de real world aan te kunnen beginnen. Maar eerst dus nog een paar jurypresentaties. Waarde student. En een opmerkelijke opdracht van onze hogeschooldirecteur. Nee, even serieus. Hij zoekt iemand om voor de komende generatie studenten de opleiding in het kort voor te stellen. De do's en don'ts van onze opleiding laten voelen. En hij had daarbij aan mij gedacht. Kun jij mij daar misschien mee helpen? Onze opleiding en onze toekomst in een notendop. Goh, uw kansen op de arbeidsmarkt zullen wel heel breed zijn. Hè? Laat me beginnen bij een van onze docenten, Philippe Zwartebroeks. Hij en 26 andere docenten zorgen ervoor dat wij hier afstuderen met een degelijke en ruime bagage om het in de echte interieurwereld waar te maken. De eerste twee jaar ben je voornamelijk bezig met wonen. Werkelijk alle woonruimtes komen grondig aan bod. Badruimtes, keuken, slapen, eten. In het tweede jaar komt er een extra touch bij. Onderwerp van studie is dan wonen plus, zeg maar. Wonen met meerdere mensen, bijvoorbeeld een woning voor een mens met een handicap. Wonen plus een winkel, een hotel zou daartussen kunnen zijn, maar alles gaat over wonen. Enfin, je kan het zo gek niet bedenken. En dan vanaf het derde jaar gaan we onze drie speerpunten in actie zetten. En die zijn meubel, scenografie en retail. En dat heeft alles te maken omdat we weten dat in dat werkveld er heel veel te doen is rond die thema's. Ten slotte heb je na het derde jaar, na je bachelordiploma dus, ook nog de kans om op één van die drie speerpunten verder te studeren. Om op die manier met een masterdiploma naar het werkveld te trekken. Je gaat eigenlijk dus een master maken in meubel, in retail of in scenografie. Maar dat mag je kiezen, dus dat is echt zo'n project dat u ligt, waar dat u passie naartoe gaat. Nu, dat werkveld waar ik het daarnet over had, dat is breed. En het spreekt al enkele jaren tot mijn verbeelding. Ik heb op school altijd mogen dromen. En ik denk dat als je nu in de praktijk komt, probeer dan echt ook je dromen waar te maken. Een man die dat werkveld als geen ander kent, is Vittorio Simoni. Zijn bureau is al jaren een grote naam in de interieurwereld. En volgens hem komt het er voor een goede interieurarchitect vooral op neer om een goede instelling te hebben. Als er enthousiasme bij is, hè, dan is het altijd positief. En dat enthousiasme is de basis van alles. Overal waar je komt, is er wel iets dat je kunt gebruiken. Hè. Ik zeg altijd tegen de mensen, je moet een soort valies hè, bij je. En overal waar je komt, je ziet van alles of je vindt iets stof. Je hebt dat gezien en je steekt dat in die valies. En je loopt met die valies rond, die valies die rammelt de hele tijd. En achteraf haalt je daar dingen uit en dat is helemaal verweven. En zo kom je met nieuwe dingen af. En met nieuwe dingen afkomen is waar het natuurlijk om draait in de architectenwereld. Dingen die je uit je hoofd van je klant destilleert en die je, al of niet met een team, verwezenlijkt tot een tastbaar interieur met een eigenzinnige visie. Dat is een heel schoon beroep hè? En het stopt nooit. En dat is het schone ervan. Wil je meer informatie over deze opleiding? Vraag dan online een informatiebrochure aan op www.phl.be/infobrochures. Of kom de sfeer van de opleiding proeven op een van onze open deurdagen. De lijst met data vind je op www.phl.be.